Hallo. Goedemiddag, met Mark de Vries. Ik ga dan met Miranda. Hey, met Joris nog eens. Hallo, met Kira. Ik zie dat jij op Marktplaats de kaartjes hebt voor 25. Ja, ik heb ze nog. Ik ben aan het teruggeven, kom ik ze nu meteen halen. Oké, okay, wat vraag je daarvoor? Ja, wat wil je voor hebben? 100 euro. En maar hoe doen we dat dan? Kan het niet goedkoper. Ja, je mag ze ook wel een tientje hebben of zo. Nou, ik vind het goed. Heb ik wel te maken met een echte Ajaxiet? Ja, je hebt met een hele echte Ajaxiet te maken. Jazeker. Ja, absoluut. Ik heb een quiz met 3 vragen om te testen of je wel een Ajaxiet bent. Oké, nou prima, kom maar op. Ja, zeg maar. Hoe vaak werd Ajax in haar bestaan kampioen? Wacht even, ik ga nadenken. 29 keer. 29 keer. Ja, dat is hem. Vraag 2, wat is de hoofdsponsor van Ajax? Oh jezus, wat was het ook alweer? De hoofdsponsor van Ajax? Egon. De Egon. Oké, en hier de laatste vraag, hè. Concentreer. Wanneer werd Ajax voor het laatst kampioen? Nou, moet ik even goed nadenken, want ik heb van de week gehoord. 2004. 2004. Dat was ik er zelf bij, maar in 2004. Ja, 2004, waarom Koeman? Ik denk 2004. Nee, sorry. 2003, 2004. Fout, Leo, we zijn af. 2004. Nee, sorry. Ja, 2004 toch? Ja, nee, ik zeg dat niet 2004. Ja, nee, ik kan het antwoord helaas niet goedkeuren. Ja, maar dat is hetzelfde jaar, hè? Ja, maar dan zijn ze toch in 2004 kampioen geworden? Nee, het is toch echt 2003, 2004. Je hebt vanavond niet veel te doen, maar wel. Ja, dat is natuurlijk een hele flauwe grap, hè? Maar ik vind het prima, laat maar gaan. Succes met Eredivisie Live. Het wordt uitgezonden 2:30. En ze beginnen al om 1:00 met voorbeschouw op NOS, dus...